Dus als de asperges een kopje laat zien, is die meteen het haasje. In de Westsafari reizen onze verslaggevers door de regio op jacht naar de mooiste verhalen. Ei met asperges. We willen ei met asperges. Harry en Anita zijn ook vandaag in de Lier. In de Lier wonen een kleine 12.000 mensen. De Lier is onderdeel van de gemeente Westland. 1, 2, 3, 4, ei met asperges, tja tja tja. We willen ei met... Dat wordt lastig, want aspergeteler Wim van der Hoeven is door de paasverkoop helemaal uitverkocht. Het was een gekkenhuis. Onvoorstelbare hoeveelheden asperges die over de toonbank gegaan zijn. Ja. Wim gaat even zoeken en dan vindt hij... Tromgeroffel. Tada! Toch nog een doosje. Heerlijke asperges, kan niet anders zeggen. Wim nodigt ons uit om naar zijn aspergekwekerij te komen. Want daar ligt het witte goud, zoals de asperge ook wel genoemd wordt, klaar om gestoken te worden. Nu een slagerschort aan. Okay. Ik weet niet wat u van plan bent. Maar... Nou ja, er komt zo een groot mes tevoorschijn. Dus als de asperge zijn kopje laat zien, is die meteen het haasje. Dan moet hij gestoken worden. Als de doeken gelicht worden en alle asperges die je dan tegenkomt, die moeten gestoken worden. Want de andere dag zouden ze allemaal verkleurd zijn. Straks gaan we met Anita en Harry naar de timmerwerf in de Lier. Maar nu eerst... De ene houdt van asperges, de ander van een bal gehakt. Of je bent dol op een moorkop. Wij zijn benieuwd, wat is nou het allerlekkerste uit de Lier? Het allerlekkerste uit de Lier? Nou, als je hier een hoop winkels hebt. En bij Bakkerberg hebben ze erg goed brood. De grillworst bij de D&D is de allerlekkerste uit de Lier. Zeker weten. Ik vind pizza's hier lekkerste. Van Pizza Lier. Het allerlekkerste. Het vlees van de slager D&D. Want daar haal ik altijd trouw mijn vlees. Nou, eigenlijk de rust. De rust van het wonen. En de aardige mensen. Het bier. Ja, de verse patat bij Snackers. Dat hebben ze nergens. Dat is echt van echte aardappels gemaakt. Fruit, denk ik. Ik weet dat de meeste mensen uit het Westland komen daar de grillworst halen. Kijk, dus wij moeten daar ook naartoe. Ja, ik zou een stukje gaan vragen. Zeker weten. Kijk eens, alsjeblieft. Kan je ook filmen en eten of niet? Eet wel. Ja. Lekker. En? Heel lekker. Bijna alles gesloten in de Lier, behalve daar, de Timmerwerf Museum. Gaan we naartoe, Anita? Ben benieuwd wat het is. Goeiedag, hallo! De Timmerwerf is een oud pand, zeg maar, dat al vanaf 1674 al een timmerwerkplaats is. Laat de zaag het werk doen. Dus niet hard drukken. Ik kan er ook trots op zijn, ja. De Timmerwerf is een museum, maar er worden ook workshops houtbewerking gegeven. En dit is een mussenflat pindakaashouder. Dit is een bijenhuisje. En dit is een uil. Dit zijn kleine en grote kabouters. Achter de werkplaats, daar woonde de timmerman. Ze konden vanuit de woonkamer ook nog kijken of de knechten goed doorgingen. Dit is eigenlijk het begin van Big Brother. Big Brother is watching you. En wat zit nou hier achter die deur? Nou, hier is de koelkast van vroeger. Oftewel de kelder. Ja, je voelt inderdaad wel temperatuurverschil. Vooral, vooral de onderkant is natuurlijk het koelste. Nu zie ik hier authentieke glijijzers, ook verbonden aan de Lier. We hebben toch wel twee bekende schaatsers voortgebracht, de Lier. Dat is onder andere Kees Broekman, een winnaar van de Olympische Spelen. En Piet Keizer, de man die toch ooit de Elfstedentocht gewonnen heeft toen ze met z'n vieren tegelijk over de finish kwamen. Zo'n rondleiding en Westsafari is best vermoeiend, toch Harry? Even kijken of dat er een middagdutje gedaan kan worden. Oh jee, dat is echt 1,50 meter werk opgetrokken knieën. Oh, het is nog niet heet, hè? Wat rusten, Harry. Vermoeiend, hè, zo'n Westsafari. Nou, inderdaad. Hard werken vandaag. Morgen zijn we in Aarlanderveen. Tot dan!